Dit is Flevoland, vroeger de zee, nu een zeer divers landschap. En dit ben ik, gedeputeerde van Flevoland voor ruimtelijke ordening en landschap. Ik ga samen met de wethouders op zoek naar de mooiste landschapsgebieden en bespreek daar met hen hun visie. Zo komen we in bossen, in fruitakkers, gaan naar stranden, zien kunst en bezoeken dijken en gemalen. Dit is Op reis door Flevoland, het landschap van de toekomst. Vandaag ben ik in Zeewolde en ik spreek daar met de wethouder ruimtelijke ordening, onder andere Wim van der Es. Wim, wij zijn hier op een hele mooie locatie, hartstikke groen, maar waar zijn we eigenlijk? Wij zijn bij de Knaardijk, Jan, en de Knaardijk is gewoon zo'n belangrijk element in Flevoland en ook voor Zeewolde, want het is precies op de grens tussen oostelijk en zuidelijk Flevoland en daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Wat betekent deze plek waar we nu staan nog meer voor je? Nou, er is ook wel iets persoonlijks aan deze plek, want mijn vader heeft begin jaren 70 een aantal jaren ook bij de Rijksdienst gewerkt. En die vertelt ook vaak over deze plek en dat hij vanaf deze plek zeg maar de polder inging om riet te zaaien of om riet te branden of om te ploegen. Wat dat betreft heeft het voor mij ook die historische waarde, maar ook een hele persoonlijke waarde. Ja. Ik stel voor, want we hebben de hele tijd over de Knaardijk gehad, zullen we nu eens de Knaardijk gaan bestijgen? Goed plan. Oké, we staan nu eindelijk bovenop de Knaardijk. Mooie waterkeringsfunctie waar we het er net over hadden. Hè? Dus oostelijk Flevoland eerder, zuidelijk Flevoland later. Dus die kant is het profiel anders. Want er zijn ook die basaltblokken allemaal gelegd. Dat zie je nou niet meer. En de dijk heeft een hele andere functie gekregen. En daar zijn we met z'n allen mee bezig, provincie en gemeente. Wat is jouw visie daarop? Nou ja, het is en blijft natuurlijk een structurerend element in het landschap. Ik ben ook echt wel trots op deze dijk, omdat het hier eigenlijk, hè, zoals jij al zei Jan, hier is het allemaal begonnen, die ontginning van beide kanten van de polder. En wat je ziet, en dat maakt mij ook trots, dat we toch in staat zijn om mensen dat ook te laten zien. Hè? Dus je ziet hier steeds meer recreatie. We hebben het net over de kunstroute gehad hier beneden, over de fietspaden die hier langs lopen. Dus de boothelling. Dus op allerlei manieren vinden mensen deze dijk en maakt het onderdeel uit van routes. Maar wat zijn nou alle opgaves, de opgaves die op de gemeente Zeewolde afkomen, die inbreuk maken of verrijken het landschap van Flevoland? Nou ja, je kan een aantal dingen zien. Hè? Dus Flevoland blijft zich ontwikkelen, zo is Flevoland natuurlijk ook bedoeld. Om niet altijd hetzelfde te blijven. En de uitdaging ligt erin dat je een aantal functies goed met elkaar blijft verbinden. Dat je goed blijft nadenken over waar je wat doet. En bij iedere ontwikkeling ook kijkt van hey, hoe past dit in het landschap? Of hoe kunnen we zelfs het landschap versterken? Tegelijkertijd zie je dat we ook nieuw landschap eigenlijk maken. Eemvallei is daar zo'n voorbeeld van in Oosterwold. Nieuwe natuur, Eemvallei. Dus dat blijft ook zich een beetje ontwikkelen. En wat kunnen wij daar samen aan doen als provincie en gemeente om te zorgen dat wij als bewakers van de kwaliteit van het landschap en ruimtelijke ordening, dat we dat goed kunnen oppakken? Wat kunnen wij daar samen aan betekenen? Nou, volgens mij moeten we elkaar gewoon scherp houden en wij hebben het in ons beleid staan en we controleren er ook op. Ja. He, dus als er nieuwe vergunningen gegeven worden, staat dat echt bij de voorwaarden en daar controleren we ook op. Dus, en dat gaat niet altijd goed, meteen goed. Maar we zorgen er wel voor dat het uiteindelijk wel goed komt.